Hallo iedereen, vandaag ga ik een nail art video doen en we gaan SpongeBob maken. Zo ongeveer gaat het worden. Wow, scherp stellen. Doet hij niet. En dat doen we, ga ik laten zien op een nepnagel. En die heb ik op een wattenstokje, ja, geplakt. En daarvoor heb je deze spullen nodig. Ik heb hier, je hoeft niet alles te gebruiken wat ik gebruik. Je kan het ook met je eigen spullen doen. Hier heb ik tandenstokers, een blauwe striper, een Catrice rode nagellak, een gele striper, een witte striper, een zwarte striper en een make-up remover in een penvorm. En je kan altijd nog een vuiltje gebruiken. En voor de rest heb je ook nagellak remover. Gewoon desnoods. Als je dit niet hebt, kan je zelf nagellak remover gebruiken. Gewoon op een wattenstaafje. Oké, we beginnen. Nou ja, je moet gewoon op je eigen nagel gewoon eerst de basis en zo doen. Maar dat is hier niet nodig. Ik begin met de gele striper, omdat dit echt een SpongeBob kleur is, gebruik ik niet mijn andere geel. Maar dan gebruik ik gewoon deze. En dit, je kan gewoon je eigen geel gebruiken hoor. Maar je moet het gewoon wit lakken, geel lakken. En altijd kan je natuurlijk ook nog SpongeBob maken in een andere kleur of zo. Doe wat jij zelf het leukst vindt. Oké, nu is het dus geel. En dan kan je hem nog even laten drogen. Maar omdat ik nu een filmpje aan het maken ben, kan ik hem eigenlijk niet laten drogen. Dus ik doe het maar eventjes nat. Waarschijnlijk wordt het niet heel erg goed dan, maar ja. Dit is trouwens niet echt een heel moeilijke nail art tutorial. Nou, daarna maak je 2 ronde balletjes. Daarvoor kan je striper gebruiken of als je gewoon witte nagellak zelf hebt, kan je hem ook doen met een tandenstoker. Maak 2 balletjes en laat die elkaar in het midden aanraken. Zo, dat is 1. En dat is 2. Nu heb je 2 van die soort van een achtje, maar dan omgekeerd. Zo, kijk. En daarna laat je dat even drogen. Dan gebruik je de zwarte striper nu. En dan ga je alvast beginnen met de mond. Even openmaken. Gewoon een smiley mondje. Kijk, gewoon een lachend mondje. Dan maak je daar 2 van die vierkantjes onder die een beetje scheef staan. Dan heb je dit. En dan kan je nog een zwart puntje doen in het midden voor zijn neus. Je kan ook een halve maantje maken, zeg maar. Zo. Oké,
Oké, dan laten we dat ook drogen. En ik hoop dat de wit nu een beetje is drooggemaakt van de ogen. Dan gaan we nu deze blauwe gebruiken. En daarvan ga je gewoon een pinkje in het midden zetten. Kijk, dan heb je dit. Dan pak ik weer de zwarte striper. En daar ga je een heel klein puntje zetten in het blauw. Het is niet zo dat hij zo klein is dat je hem niet moet zien. Je moet hem wel een beetje zien. Oeps. Kijk, en het wordt al heel snel te veel. Bij mij is het bijvoorbeeld aan het linkeroog is het alweer te veel. Maar daarvoor kan je dan eventjes een tandenstoker gebruiken. En het een beetje weghalen. Nou ja, en als het droog is kan je weer met blauw overheen. Maar daar heb ik nu geen tijd voor. Dus dit was gewoon een stom foutje. Oké, dan pak je weer de zwarte striper en dan ga je de wimpers maken. Nee. Dan heb je dit. Pak nu weer een tandenstoker. En de rood. Doe maar wat op het papier. En dan ga je daar de kuiltjes maken in zijn wang. Zo. Pak je de wit. Ga je zijn tanden invullen. En dan ben je eigenlijk al klaar. Dit is zeg maar het eindresultaat. Het oog is een beetje mislukt. Maar deze heb ik ook gemaakt en deze is goed gelukt. En dan heb je een SpongeBob hoofd. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En bedankt voor het kijken.